Yo, welkom bij de vierde vlog. Het was vandaag dag 2 van de tweede week, dus waar heb ik mij op gefocust? Ik heb eerst single leg deadlifts gedaan in combinatie met het landingsgedeelte van een sprong. Afgewisseld met de muscle-ups op de ringen, een heel bekende oefening. En dan als tweede set heb ik de single leg squat gedaan in combinatie met gewoon een dumbbell schouderoefening. En ik ben dan geëindigd met een specialere oefening. De horse stance is eigenlijk een heel goede uitdaging om je onderlichaam te gaan versterken en mobiliseren, vooral je heupcomplex. Dus ik daag iedereen zeker uit om dat een keer uit te proberen. Ik geef er straks wat meer informatie bij, maar eerst een tas koffie. We beginnen met de single leg deadlift. Yes. Niets nieuw eigenlijk daarbij. Mijn focus ligt nog altijd op het excentrische gedeelte van de beweging, dus het zakkende gedeelte. Zoals ik bij de squats ook doe, ga ik 5 seconden proberen zakken en dan zo explosief mogelijk terechtkomen. Belangrijk bij deze oefening om op te letten is dat je eigenlijk je romp in één lijn blijft met je been. Dus je been die omhoog komt, ga mooi in één lijn proberen blijven met je romp die naar beneden komt. Oké, dus dat is iets wat dat zeker op te letten is bij de single leg deadlift. Dan, ik combineer die met het excentrische gedeelte van een sprong. Wat houdt dat in? Eigenlijk gewoon de landing van een sprong. Van een verhoogde stappen eigenlijk. En ik ga mijn landing zo mooi mogelijk proberen opvangen. Hoe doe ik dat? Ik stap, ik val en bij de landing ga ik proberen zoveel mogelijk van de energie in de grond te proberen steken om dan later de energie er ook zo efficiënt mogelijk terug uit te halen en zo explosief mogelijk te zijn. De muscle-up op de ring is een heel bekende oefening. Ik heb die in mijn set gestoken omdat het een heel mooie combinatie is van zowel een trekbeweging, dus je trekt jezelf op en dan gaat je over naar een dip en je duwt jezelf omhoog. Dus je hebt eigenlijk een trekbeweging en een duwbeweging in één. Dus dat vind ik heel mooi aan die beweging. Het is niet echt een beginnersbeweging, ik ben daar ook al een paar jaar mee bezig. Het vraagt wel een bepaalde techniek om die juist uit te voeren. Vooral dan de false grip, dus de manier hoe je de ring gaat vastpakken. En het vraagt ook de nodige schoudermobiliteit. Dus ring muscle up, heel wijze oefening om te doen, maar vraagt wel de nodige basis. Als je daar graag wat meer over wilt weten, welke oefeningen dat ik zou aanraden in plaats van de muscle up, of oefeningen die goed zijn om de muscle up te leren, laat het zeker weten via comments of stuur een berichtje en dan kan ik daar eventueel ook een video rond maken. Tweede set heb ik redelijk simpel gehouden, omdat ik nog altijd een beetje aan het uitzoeken ben wat dat altijd het meest praktische is in de openbare fitness. Rear Foot Elevated Split Squat. Dat is de officiële benaming. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, één been staat van voor, één been achter, maar de achterste been is op een verhoog. Dus gaat je echt wel specifiek je voorste been gaan targeten. Ik probeer mijn schouders zo sterk mogelijk te houden, omdat ik weet dat dat vaak een plek is dat er snel blessures ontstaan. En zeker als je dan wat dingen doet met de ringen bijvoorbeeld, kan dat snel vrij belastend worden. Dus dit is een simpele oefening, eigenlijk gewoon niet zo zwaar in gewicht, maar wel hoog in repetities, om echt die spiermassa te gaan kweken, die spierafbraak. En wat doe ik eigenlijk gewoon simpel? 10 repetities, waarbij dat ik dat ik naar voren ga leunen en de dumbbells achter mij ga smijten in een W-vorm. Daarna 10 repetities zijwaarts, daarna 10 repetities voorwaarts.
als laatste ben ik geëindigd met de horse stance. Is een heel goede oefening eigenlijk voor die combinatie van mobiliteit en kracht vanuit het onderlichaam. Adductoren, knieën, je heupcomplexen ook. De oefening vraagt wel een bepaalde basisflexibiliteit. Dus het is niet voor iedereen mogelijk om die direct te proberen. Maar ik zou je toch willen uitdagen om het zeker een keer te proberen, niets te verliezen. Wat ik eigenlijk gewoon doe is, ik ga in mijn voeten iets breder dan schouderbreedte staan. Ik zak door tot ongeveer 90 graden en ik leg een stok op mijn knieën. Die stok moet blijven liggen, dus je mag niet hoger komen. En die stok geeft eigenlijk direct de feedback, moest ik te hoog komen, dan rolt die stok eraf. Dat is een oefening die uit dit boek komt, Stretching Scientifically, van Thomas Kurz. Het doel is, ik heb nu 1 minuut gedaan, maar we zullen als doel pakken 3 minuten, als dat lukt 5 minuten, als dat lukt eventueel 10 minuten vol te houden. Maar we gaan eerst voor die 3 minuten, ik heb nu 1 minuut gedaan. Voilà, dat was het voor deze vlog. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Like, comment en subscribe zeker om op de hoogte te blijven van nog video's. Als er iets is dat je graag wilt weten, laat het mij zeker weten. Stuur een berichtje of zet het in de comments. Bedankt om te kijken alleszins en tot de volgende. Peace. En ik heb de single leg squat gedaan of de rear elevated split squat. Rear foot elevated split squat. Dat is de officiële benaming.